Wie fietst het hardst over 100 meter water? Dat was zaterdagmiddag de vraag bij het NK Waterfietsen. Georganiseerd door de Ronde van Nijmegen konden 40 kinderen en 40 volwassenen met elkaar de strijd aangaan om wie het hardst kan fietsen. Op water dan. Ook voor de toeschouwers was er genoeg te beleven met verschillende kraampjes. Maar het was vooral mooi weer.